Ze komt uit ons mooie Friesland. Sneek, om precies te zijn. Het 16-jarige fotomodel Coco Thijsma. En zij verruilt de Waterpoortstad voor het Oosterse Japan. Konnichiwa. Nou, ik heb me dus even omgekleed. En ik ga dus nu met Tanja naar de gym even fitnessen. En daarna ga ik even boodschappen doen. En daarna eten. En, ja. Wedden? Dat is het. Nou, we zijn klaar. Ik heb 20 minuten hard gelopen. En even buikspieren gedaan. En benen. En armen. Ja, dat zie je wel. Nou, als je heel goed kijkt. Ik word toch iets sterker. Ik ga nu even douchen, even boodschappen doen en dan ga ik naar huis. Nou, wij zijn dus nu net klaar met fitnessen. En we hebben nu zo'n machine gevonden. Er staat op hot menu. Eten dus. En dat kan je 24 uur doen. En dan, dus dan doe je er geld in. Kijk, ik heb dus net dit gekocht. Wat dat? Lekker, na het sporten. En Tanja gaat nu dit kopen. Je doet er geld in. Dan kan je kiezen. Je kiest dus, ik weet niet wat het is. Okay. En dan moet je wachten. Nou, het is dus nu klaar. En dan ligt er een bakje met eten. Oh, dit is echt zo raar. Voordat je het weet, hoef je nooit meer te koken. I'm really curious what's inside. En word je knijtertje dik, zit je thuis op de bank zonder werk. Het enige wat je dan nog kan worden is handmodel. I don't like the smell. Ja, yeah, me too. Nou, dit hebben we dus weer even. Welkom bij een gloednieuwe Coco in Japan. Oké, everyday low price. Na het eten doen de dames boodschappen. Ik weet niet of ik hier mag filmen. Oh, wait, I want apples too. Appels? Doe maar, gezond. But you don't need to cook it. It's like already ready. You need just cook meat and then put it. And that's nou, dat klinkt heerlijk. Smerig. Meat. Neem maar mee. Meat. You eat chicken. I can show you why. Yeah, I eat chicken. Yes, Coco eat everything what loose and fast sit. This one is niet of ik ook Nutella mag halen, maar daar heb ik wel echt vet zin in eigenlijk. Echt een lastige keuze. Zou Doodse dit soort problemen ook hebben? Oh, daar ga ik echt moeite mee krijgen. Ik ben gewoon echt emotioneel nu. Vind je het gek van die klassieke muziek in de supermarkt? Noodles everywhere. Ik zit in de lift en ik ga nu naar Nobisaka, het station. En daar word ik opgehaald om 3:45. Ik moet echt even heel erg snel. Joh. Casting time. Na de casting gaan de dames naar... Ciao. Wij gaan naar karaoke. Dat hebben we nog niet eerder gehoord in dit programma. Oh, het is zo koud. Oh my god, I should wear a scarf. We gaan nu even met de bus. We gaan nu even met de bus. En of misschien met de trein. Misschien met de trein. Say it hard. Misschien met de trein. Oké. Say, ik ben lelijk. Oké. Goed. En love forever. Peace, love in Tokyo. In the bus. What does it mean? No, it means in the bus. In the bush. In the bus. Tanya. Coco leert haar collega-modellen en vriendinnen de meest belangrijke zinnen uit het Nederlands. Say, ik wil met je douchen. In the bus. Nou, ik wil met je douchen. Ik wil met je douchen. Laat Rinus het maar niet horen. Karaoke bar. Is dat niet synoniem voor plaatsvervangende schaamte?
fantastisch model is, hè? We zijn net terug van karaoke. En, ik hoor je smakken. Ja, we eten dus nu zeg maar in de auto cornflakes. Dat is echt vet lekker. Dat zijn net koekjes of zo. En het is helemaal niet zo vet. Het is best wel chill. Alsof je nog niet genoeg gezien had, is hier de Alisa en Coco Talen Challenge, deel 1850. Oké. There's nothing on it. Oké. Oh, oké, I have said. Minha grusna? Verdrietig. I am verdrietig. Nee, je hebt te zeggen, ik ben verdrietig. Ik ben verdrietig. Vies verdrietig. Ik werd dus vanochtend wakker om 10:30. En toen bleek dus dat ik... Nou, ik had mijn fotoshoot begonnen om 10:00 al. Dus ik moest om 9:40 al weg. Werd ik om 10:30 wakker gebeld weer. Het is echt al de derde keer dat ik te laat ben. Het is echt heel erg kut. Want dat wil ik dus echt niet. Dus ik was echt zo van, oh my god, ik ben gewoon weer te laat. Ik ben nu in de gym. Ik huil gewoon. Ik ben echt een baby. Na de shoot, sporten. Ik ben weer omgekleed. Alles gaat mis, altijd. Ja, ten eerste koop een wekker. En ten tweede, als dit je problemen zijn, dan kun je wel mee leven. Tenminste, als je je schoenen niet vergeet. Oh, ik moet mijn schoenen overhalen. Nou, het vet irritant is meestal in deze soort... bijna overal moet je je schoenen uitdoen. Dat is zo irritant. Overal moet je je schoenen uitdoen. Terwijl ik gewoon altijd op schoenen overal loop, binnen, overal. Dus, en als je dat dan niet doet, dan kijken ze ook echt zo vanavond. Ja, je hebt echt geen respect en zo. En dan gaat het doen dat je echt dood bent, zeg maar, denk ik. In ieder geval zo'n idee heb ik altijd. Exercise. Let me get them a Steven! Every girl want fuck way. Cock it up and broke. Every girl want fuck way. Cock it up and broke. Front way and back way. Fuck way. Cock it up and broke. We kijken al een paar afleveringen naar Coco, maar we hebben nog nooit een tour gehad. Tot nu. Nou, dit is een drankwinkel naast mijn appartement. Dit is mijn appartement. 11:00 gaan de deuren dicht. 11:00 avonds. Hier kun je drinken halen. Zo'n automaat staat zeg maar op elke hoek van de straat. Alsof je daar niet dankbaar gebruik van maakt. Dus dan moet je achterom en dan heb je zo'n cijfer op je sleutel, op je labeltje van sleutel. En dan moet je achterom. Ik woon op de 6e vloer. Dat was wel fijn. Nou, op de 6e verdieping. Dit zijn andere appartementen. Wij wonen in het hoekje. Het is een soort uitgeklede versie van MTV Cribs. Maar dan uitgekleed. En dan daar weer de uitgeklede versie van. Nu waar? Nou, ik ben dus in mijn appartement. Ik ben net terug van de gym. En dit is voordeur. Please take off your shoes. Nou, dat doe ik dus nooit. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar dan moet je van die sloffen aandoen. Nou, dat heb ik dus nu even wel. En dit is de hal. Een klein deurtje. Kijk, in de zomer was ik hier. Toen dacht ik dat achter dit deurtje een ander huis had. Toen realiseerde ik dus. Ja. Dit gewoon naar buiten is. Nou, dit is de woonkamer. Kijk, dit is de bank. Nou, de helft van de spullen wat hier ligt is allemaal van mij. Dat zei ook iedereen al, want iedereen vindt dat het nooit opruimt. De koelkast. Ik heb het zien. Goed gevuld. Eigenlijk is alles voor mij. Nee, grapje. En dit is uitzicht, maar ik weet niet of je het nog kan zien. Kijk, dit zijn de afvalbakken, want alles moet gescheiden. Nou ja, ik weet echt niet wat is. We flikken het gewoon ergens. Maar goed. Dit is de keuken. Het is hier altijd één grote zooi, dus... ja. Ik bedoel, wie laat dit nou staan? Ik bedoel, ik vind het best dat je ruis maakt of zo, maar...
niet zo te laten staan. Het is vet irritant. Vette rotzooi altijd. Niet dat ik dat opruim, maar... Nou, dit is mijn kastje. Hier heb ik al mijn shit. Pindakaas, hagelslag. Koekjes. Nutella. En Nutella. Kijk, daar was hij al. Kijk, dit is magnetron en oven in één. En hier roosteren we brood. Zo erin. En dan roost hij het. Zo. En dit is waar ik koken ben. Niet dat ik veel kook hoor, alles is bijna kant en klaar. Hè? Dit is de kamer van Dasha. Hi, Dasha. En Tanja, die slapen hier. Voorheen sliep ik hier, onder, maar dat was in de zomer. En dit is mijn kamer, verreweg het mooist. Dit zijn mijn schoenen. Het valt mij trouwens wel dat ik echt vet veel zwarte schoenen heb. Alles is zwart gewoon. Mijn kleren. Ja, en dit bed is eigenlijk, moet eigenlijk in gebruik zijn. Ik had hier ook op kunnen slapen, dus ik ook mocht kiezen. Maar ik dacht, ik weet ook die. En ja, ik denk niet dat deze 2 maanden nog meisjes hier komen. Dus ik heb gewoon 2 maanden lang mijn kamer. Dat is echt fijn, want anders heb je gewoon totaal geen privacy. En dat is wel kut. Ja, dit is even mijn kamer. Even kijken. Ik weet niet wat dit is. Het hangt toch wel. Dit is de badkamer. Even kijken. Dit is wasmachine. Wat zal je moeder blij zijn dat je nu eindelijk ook weet hoe zo'n ding werkt. No shit, Sherlock. Kijken. Dit is de wc. Dit is echt een van de leukste plekken van het hele huis. Want het heeft allemaal knopjes en ik heb dat nog nooit geprobeerd. Ik denk dat dit doorspoelen is. En dit is dat er een straalhok komt naar je kont. Die zou ik sowieso ook hier proberen. Maar ik durf het ook niet echt te proberen ofzo. Dat vind ik ook een raar. Ach, als het niet plezierig voelt, stop je ermee. Dus ja, dat is dit. En dan de douche. Dit, ja, ik vind die niet echt zo heel fris. Ik hou sowieso niet echt van douchen ergens anders. Wil je zeggen dat je 1,5 maand niet gedoucht hebt? Ja, dit is eigenlijk het huis. Het is niet heel speciaal of zo. En ja, ik ga nu even eten maken. Uiteraard. Skypen met mijn pieps. En dan, ja, ik ga verder vanavond niks doen. Ook wel eens lekker. Volgende week in Coco in Japan. Ik ga nu eerst mijn kamer opruimen. Dit is echt een drama. Konnichiwa. Tot volgende week.